Welkom dames en heren, welkom in deze gloednieuwe video. Vandaag gaan we kijken naar de nieuwe video van de Efteling, namelijk de achter de schermen bij het spookslot. Vandaag heb ik chips bij me. Dus we gaan nu vandaag kijken naar natuurlijk de Efteling video van vandaag. Dit zal voorlopig ook, dit is denk ik wel de laatste Efteling video van het spookslot. Van de Efteling YouTube-kanaal zelf. Daar gaan we. Anderhalve minuut. En dit is trouwens mijn persoonlijke reactie. Nog 1 minuut en dan gaan we kijken wat de Efteling voor ons verborgen houdt achter het spookslot. Zo, hier staan we dan. 44 jaar geleden hebben we hier samen aan gewerkt. Oké, 22 jaar was ik nog een kind. Ik ben benieuwd of alles nog werkt zoals wij het in de tijd bedacht hadden. Kom, laten we eens voor de allerlaatste keer eens gaan kijken achter de schermen. Serieus, zijn dit de mannen die letterlijk... Dit zijn letterlijk de mannen die letterlijk 44 jaar geleden aan deze attractie hebben gewerkt. Ik ben benieuwd of dat hier nog spookt. Ga je ook mee? Dan krijg je rondleiding. Als je durft. Een spookachtige rondleiding. Oh. Dat is natuurlijk de jammerende man. Oh. Door deze deur naar binnen. Wow. Oké, ze gaan door die deur naar binnen. Wow. Oké, dat is dus zeg maar de tuinman. Nou jongens, hier staan we weer. 1978, tijd geleden. Wow, niks van. Het zijn letterlijk mannen die hebben letterlijk 44 jaar geleden aan deze attractie gewerkt. Kijk eens. Ik heb zelfs nog wat tekeningen meegebracht. Oh my god. Schitterend, hè? Toch een tekening van Tom van de Wendel. Prachtige tekeningen. Ja. Maar verder stonden de tekeningen niet in natuurlijk hoe werd die beweging allemaal moest zijn. Oh, de Vlederikken natuurlijk. De tekeningen allemaal gezamenlijk maken. Volgens mij die kraai. Deze tekeningen liggen op een stuk decor. Dat zat daartussen. Nou ja. Maar we kwamen erachter bij het proefdraaier. Dat wij nu al voelden. Dat de gasten eigenlijk niet zoveel zouden zien vanuit de ramen waar ze zouden staan. Toen hebben we gewoon die stukken eruit gehaald en die neergelegd. En nu kunnen ze eigenlijk veel meer zien. En ik denk ook,
dat ze daar niet wel anders over doen. Ja, dat gaat nou allemaal met computers. Dat wordt allemaal digitaal getekend en die zichtlijn zie je dan meteen. Ja. Het is op zich wel leuk dat de Efteling gewoon oude ontwerpers heeft teruggebracht. Op zich vind ik wel. Gelijk improviseren. Kom, loop door. Of gewoon oude gewoon mensen die gewoon hier aan hebben gewerkt, zeg maar. Dat vind ik op zich wel leuk. Nee, niet zomaar stiekem rond gaan lopen. Want het kan echt wel griezelig zijn. Dat is natuurlijk de deur natuurlijk. Oh. Wow. Dat zijn natuurlijk de monniken. Kijk, allemaal piepschuim, jongens, zo maken we dat vroeger. Zo'n piepschuim, ja. Dat klopt. Piepschuim? Dat is makkelijk te bewerken. Ja, heel makkelijk. Dat blad kwam hier uit Sprookjesbos. Helemaal vol. En de helmgras uit de Loos- en Drunense duinen. Hoe? Wat? Die bladeren komen uit het Sprookjesbos? En die dingen komen uit de Loonse en Drunense duinen? Wow, dat vind ik echt goed gemaakt. En tegenwoordig, daar hebben ze gewoon budget voor. Ja, toen was gewoon, wie heeft er nog iets liggen thuis? Dat was wel een mooie tijd, hè? Ja, een mooie tijd. Oh, dat is natuurlijk de kelder volgens mij. Waarom? Oh, dat is de kelder. Wow. Allemaal die lampen zijn allemaal halogeenlampen en gloeilampen. Met allemaal filters ervoor, zie ik. Van kleuren. Ik weet van die gloeilampen ook nog geverfd. Ja. Ja. En die liggen volgens mij ook allemaal nog in de voorraadkast. Die liggen allemaal nog in de voorraadkast. Reservemateriaal. Ja. Tegenwoordig is het allemaal LED. Ja. Allemaal LED verlichting. Oh. Ja, wow. Hallo. Ik zie de technische ruimte, dacht ik, in de koning. Technische ruimte, daar woonden we gewoon. Dag en nacht waren we daar aan het werk. Tekeningen maken, printen, alles bedraden, solderen. Ja, en nou, printen voor bijvoorbeeld de lamp aansturen, dimmer printen. Ja. Wow. En die maakte gewoon helemaal zelf. Oh, die helemaal van begin af aan maken, etsen, plakken, etsen, stukken. Wat? Zo, dat was wel echt hele oude. Experimenteren, ja. Dat gaat met kleine elektronische stromen en die werden dan versterkt. En dan konden we uiteindelijk een grote lamp van 500 watt aansturen. Ja, toch wel mooi hoor. Ja. Dat is echt stagewerk dan. Ja, dat kun je wel. Daar heeft je leren solderen in die tijd. Wow, jongens. Wow. Zo, die gaan wel erg snel. Ja, dat kun je wel zeggen. Een handeljurkje, want dat gaat te snel. Die moeten we toch iets beter in gaan regelen. Kijk, Ray. Dat is lang geleden dat we onder het decor zijn geweest. Dat is heel lang geleden. Dat is mooi, hè? Ja. Hier heb je die graf, die grafsteen die bovenop beneden gaat. Huh? Hoe dan? Ja, die kun je dan. Nou, ik kan het gewoon testen. Wow, dat vind ik echt wel goed. Wow. Ja. Dat is mooi. Oh, ja. Ja. Oh, het is eigenlijk gewoon een molentje. Het draait gewoon rond. En dat laat die grafsteen dus bewegen. Dat is eigenlijk de bedoeling. Die kist met die grafsteen die schuift. Oh ja. Die je kunt zien. Ja, met die poppen. Ja, mooi hoor. Mooie techniek. Het is wel de techniek uit 1978, moet ik wel zeggen. Dans Macabre wordt echt wel 2022. Dans Macabre wordt echt wel gewoon de nieuwste kwaliteit. Daar ben ik wel helemaal klaar mee. Ja, hier staat zoiets, hè? Allemaal op lucht, pneumatiek. Heel makkelijk met je cilinder. Denk aan een fietsje bijvoorbeeld. Oh, het is eigenlijk gewoon lucht. Aanzuigen, dat doen we eigenlijk hier ook mee met twee blaasbolgen. En die kokspederen boven met de graven. En ze gaan nog iets te snel, daar hadden we het ook over. En dan kunnen ze eigenlijk heel makkelijk en simpel regelen door een snelheidsregelverschil gewoon een beetje in te regelen. En dan krijgen we weer de sinistere. Ja, zinnige sfeertje boven bij zo'n graf. Mooi. En dan is het boven spannender. Waar is dit?
Dat ken ik helemaal niet. Waar is dit? Dit is buiten of zo. Gaat het? Oh, Escape Boost. Die absoluut in Engeland is dan op hier regelmatig komt. Dat is die vrouw die, zeg maar, die reclame heeft gemaakt in de jaren 70 of de jaren 80. Dat was, zeg maar... En gelachen. Dat is erg leuk. Oh, ja. Ja. Vind ik wel leuk dat ze oude karakters hebben teruggebracht. Oh, dat doet toch wel pijn. Dikke doet het zeer. Maar niet toch. Wat heb je gedaan, jongen? Wat denk je? Weet het nog? Ach, klopt net tegen het glas aan. Oh. Is net als vroeger. Toen liepen we er ook iedere keer tegenaan. We konden de slimste dingen maken. Maar waar we één ding vergaten vroeger als hier iets voor te zetten. Of een papier erop of een lintje. Ja, Marie. We mochten niks op die eruit te plakken. Want die moest brandschoon zijn. Anders werkt het spiegeleffect niet. Dat is op zich wel slim gedaan op zich. Ja, maar nu mogen ze gewoon, ja, over twee dagen mogen ze toch wel het verschillende plekken in de glas in de show maken, want dan wordt dat toch toch leuk. Dan kun je weer veranderen door hier het licht aan te doen achter het glas. Het is gewoon een molen. De poppen zitten gewoon vast aan die molen en dat draait dan, zeg maar. Ja, mooi. Ja, als je goed kijkt zie je gewoon touwtjes. Je ziet toch gewoon die touwtjes van die poppen. Nou, hier ben ik eigenlijk ook wel erg trots op. Hier ook wel denk ik. Ja, zeker. Ja, dit hier had je de monnikenbaan en hier werkte we eigenlijk met een nokkensysteem. Oh, de monniken. Ik ben wel benieuwd hoe ze dat hebben gedaan. Je kunt er met een wieltje omlaag lopen en je kon hem spelen met die nokken. En als ik die het is zeg maar gewoon zo'n, weet je het ook alweer, zo'n systeem. Kijk, zo, die heeft ook een nokkensysteem. Oh, het is eigenlijk gewoon met, zeg maar, dat het zeg maar gewoon, het zit aan de kabel vast en dan gaat het zeg maar in de weer. Dat is helemaal de bedoeling. We kwamen achter bij testen dat de monniken eigenlijk te veel zwaarden zwieren. En toen hebben we kabels gespannen. Daar zitten ze aan bevestigd en dan zweven ze mooier voor het publiek ook. Aan de andere kant, dus dat was een goede oplossing. Ik vind het wel een hele aparte techniek. Ja, ik dacht gewoon dat die monniken gewoon vast zaten aan de onderkant, zeg maar. Mijn mooiste herinnering was eigenlijk de dag dat we heel de show gingen programmeren. En we zaten toen met 25 mensen in die ruimte hierachter. Iedereen had zijn eigen show-element, een kastje. Om het ding aan te zetten, uit te schakelen op maat van de muziek. En Tom van der Ven was een grote dirigent. En het moest in één keer goed zijn, ja. Want het moest op de bandrecorder. Dat is een signaal. Dan kun je niet zeggen van nou, ik ga een paar dingetjes wijzigen, want dat betekent dat heel signaal. Wel, hij moest in één keer opgenomen worden. Eén keer, hè? Vind ik wel heel apart. Ik zie Tom hier nog staan. Ja, dat de dirigent het aan te geven op die knopjes moest drukken. Ik had die Dirk. Ik vind het apart, maar ik vind het wel best heel erg. Ja, ik vind het gewoon heel erg. Ja, vanuit de horeca. Heel erg, ja. En we hadden zeker al gewoon, ik ben gewoon blij dat de Efteling het gewoon heeft gedaan. Gewoon oude mensen van natuurlijk, die natuurlijk hebben meegewerkt aan natuurlijk het spookslot. Oude bekenden, zeg maar, gewoon hebben teruggebracht. Alleen, natuurlijk. Nee, verder is niks zag. En natuurlijk de laatste keer, zodat zij hun herinneringen ook nog kunnen ophalen. Dat vind ik echt super goed gedaan. Toen ging ik Dreem afdraaien en we denken, het stond er precies op zo'n het graag worden. Ach, waar het dan blij. Dus als je hier naar kijkt, 44 jaar geleden hebben wij dit gemaakt. Maar daar mogen we toch wel trots op zijn. Ja, absoluut. Mooie show. Maar hier hebben toch heel veel mensen plezier aan beleefd. Ja, toch hè? Echt wel. Echt, dat was heel mooi. Wauw, echt complimenten Efteling, dit is super goed gemaakt. Wauw, ik heb me echt verbaasd van deze video. Nou, dames en heren, mijn conclusie, wat vind ik van deze video? Ik vind het echt leuk dat ze
Gewoon mensen gewoon die aan die attractie hebben gebouwd 44 jaar geleden, hebben teruggebracht in een... hebben ze gewoon teruggebracht en hebben ze hun verhaal gewoon gedeeld. Dat vind ik persoonlijk gewoon echt... Dit had ik nooit verwacht, dat dit echt gewoon deze video online zou komen. Van mensen die gewoon hun ervaring hadden beleefd met natuurlijk 44 jaar geleden en nu. Wauw. Echt goed gedaan, Efteling. Ik vind het echt... Deze video had eigenlijk gewoon op de zondag moeten komen om 10:00 s'avonds. Dat vond ik eigenlijk gewoon dat het als afsluiting moest komen. Maar in ieder geval, dit is mijn conclusie. Als ik deze video een cijfer mag geven van 1 tot een 10. 1 is heel slecht en 10 is reuze goed. Dan zou ik het een 8,5 geven. Puur gewoon omdat het gewoon super goed is. Er waren ook mindere puntjes, maar ja, daar hebben we het natuurlijk niet over. Ik heb het gewoon over dat het gewoon een dikke 8,5 is. Slechts een 9. Nou, bedankt voor het kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Vergeet niet te abonneren en te liken. En druk ook op het duimpje omhoog om te sporten voor de laatste 2 dagen van het Spookslot. Er komt natuurlijk zondag ook nog eventjes een mededeling voor de video van zondag. Zondag komt er een speciale video op mijn kanaal. Deze had ik al eerder opgenomen. Dat zul je ook in die video horen. Ik heb het al in augustus opgenomen natuurlijk. Ergens in augustus had ik die video opgenomen. Maar zondag komt er een speciaal van Spookslot. Leg ik alles uit wat je kan vinden in Spookslot. Die komt op zondag om 12:00 middags online. Dus ga die video zeker ook kijken zondag. En dan zeg ik nu, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken. En tot de volgende keer. Doedels.